Zal ik naar haar toe gaan of niet? Elke keer dezelfde grap wanneer ik bij haar binnenkom. Hé, hey, maar wie hebben we daar? Zwaar meneer van Bigelaar, helemaal alleen op stap. Grap. Juffrouw Maria van de Sandwichkorner, ze is niet mooi, maar lelijk is ze wel. Je kan er uren op een krukje zitten, je schrikt alleen soms van de kassabel. De koffie smaakt wat naar een lauwe dweil. De leverworst steekt ook in een slecht vel. En als je er per ongeluk zit te pitten, dan zegt ze, hup, het is hier geen hotel. Ik noem dat niet een echte chique zaak. Met dames ga ik ergens anders heen. Een tafel en een kapstok zonder haak. Ik kom er meestal alleen. Je zet de klok op de gelijk. Om 10 uur zegt ze bijna nacht. Nou wist ik wel wat ik wou. Een lekkere kop cacao. Die iemand mij persoonlijk bracht. Dat zegt ze, juffrouw Maria van de Sandwichkorner. Ze is niet mooi en lelijk is ze wel. Je kan er uren op een krukje zitten. Je schrikt alleen soms van de kassabel. Die ouwe hond, die rotzak in haar zaak. En van der lever krijg je het aan je gauw. Ze weet het ook met kerst niet te versieren. Een rotte plastic kerstboom zonder bal. Ze lost al door maar kruiswoordpuzzels op. Een mens moet met zijn kennis ergens heen. Ik ken de hele Bijbel uit. Ik was op school al nummer 1. Zal ik naar haar toe gaan of niet? Er is een heel goed restaurant. Dat heeft een 2-persoons kerstdiner. Hors d'oeuvre varié vooraf. En wijn per man een kwart karaf. 40 piek, maar ja, voor 2. Juffrouw Maria van de Sandwichkorner. Het is niet duur voor een keer. Voor 1 man is het nog te doen. Nog zo'n 2-persoons kerstmaaltijd. Dan moet je hem wel alleen opvreten. Maar daar kennen ze toch niks van zeggen. Als ik een 2-persoons maaltijd alleen wil opvreten. Van 2 borden desnoods. Als ik dat wil. Ik zeg er straks iets aardigs in haar zaak. Gut mistletoe, dat is een leuk idee. Uw tafel hebt vandaag een felrood kleedje. U hebt de sfeer goed beet, hè? Klanten, nee. Houdt u soms van hors d'oeuvre varié? Ik dacht, ik loop toch even naar u heen. Ik heb vanavond 8 uur een diner. En u eet ook, dacht ik, alleen. Zal ik naar haar toe gaan of niet? Dicht. Elke keer dezelfde grap wanneer je bij haar binnenkomt. Hé, hey, maar wie hebben we daar? Zwaar meneer van Bigelaar, helemaal alleen op stap.